het woord aan Mark Jozemans van Coffeeshop Easy Going, die al 4 maanden gesloten is door zijn confrontatie met het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie. De strijder uit het zuiden, Mark Jozemans. Dank je wel. Nou, gelukkig zijn we niet de enige strijders, zie ik. Bedankt voor jullie komst. De Wietpas mensen, wat jullie hier nog moeten meemaken, hebben wij de afgelopen 4 maanden in het zuiden van het land meegemaakt. En ik heb geen vrij beeld voor jullie. Ik heb een beeld van honderden straatdealers. Ik heb een beeld van bewoners van woonwijken die vrijwillig, zelfs als het zo warm is als de afgelopen weken, hun rolluiken omlaag trekken en vanaf 7 uur niet meer buiten op straat willen komen. Ik heb een beeld van onveiligheid. Ik heb een beeld van schade aan volksgezondheid. Zodat mensen, meer dan 90% van de voormalige Nederlandse klanten die we hadden, zijn allemaal verdwenen. Zijn zich niet komen registreren. Overigens, complimenten, want ze hebben groot gelijk. Ik ben blij dat zij ook een statement maken. Onnodige registratie moet je nooit aan mee willen werken. Is dom, is volstrekt overbodig. Maar, wij zitten in het zuiden natuurlijk met een probleem te kijken waar jullie hier iets minder mee zitten te kijken. Wij zitten ook met al die buitenlanders. Nou, geloof me, die buitenlanders, zo'n kommer en kwel is dat niet. Dat zijn fijne bezoekers, zoals toeristen hier ook in Den Haag komen bezoeken, die bijna 120 miljoen euro per jaar buiten de coffeeshop aan hotels, aan kleding, aan eten, aan drank, noem het maar op, allemaal uitgeven. Laten we niet doen alsof die mensen criminelen zijn. We moeten dankbaar zijn dat ze zoveel werk hebben verschaft buiten de coffeeshop. Buiten de 440 banen waar Joost Smeets het net over had, zijn zij goed in Maastricht voor 1600 banen. Dus dit jaar zullen wij 1200 banen gaan verliezen in een klein rotstadje als Maastricht. Waar is de minister-president? Waar maakt hij zich zorgen over? Toen Netcar dreigde te sluiten, die autofabrikant in Midden-Limburg, toen ging hij meteen met een privéjet van de overheid naar Japan om te kijken of daar iets te redden viel. Voor coffeeshoppersoneel, het lijkt wel alsof jullie tweederangs burgers zijn. En dat kan natuurlijk niet zo zijn. Daarom zeggen wij, die Wietpas, jullie hebben nog een laatste kans. En we knokken er hard voor. Maar mensen, doe jezelf, vooral jezelf een groot plezier. En de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van kunnen doen en laten wat je zelf denkt wat goed voor je is. Ga stemmen. En stem niet alleen op de SP, want natuurlijk hebben zij zich ook ingezet. Maar alle partijen die zich in het verleden al druk hebben gemaakt voor goed cannabisbeleid. Een GroenLinks, een D66, een PvdA. Ze zijn allemaal goed. Partij van de Dieren staat al jaren ergens voor. En nu, want ik moet dat even corrigeren. Achter mij zien we daar 50PLUS met een oranje stoplichtje. Maar ook 50PLUS is inmiddels overstag. En 50PLUS zegt ook, stop de wietpas en begin met regulering. Dus ook complimentjes voor 50PLUS. Nou, we staan hier nou te praten over een wietpas. En we zijn eigenlijk al 36 jaar na de invoering van ons beleid daarmee begonnen. En nou wou ik eigenlijk vragen of iemand in het kort hier uit Den Haag even kan vertellen hoe is het eigenlijk zover kunnen komen met ons. Ik zou Richard Gras graag willen vragen om even hier iets te komen vertellen in het kort over... daar is hij. Om even te vertellen iets in het kort over de geschiedenis, want wat is er gebeurd tussen het ooit onschuldige jointje en de criminelen die we nu zogenaamd zouden zijn? Richard. Goedemiddag. Ja, zoals deze meneer het al aangeeft, heeft hij mij naar voren genomen omdat ik inmiddels bijna 35 jaar werkzaam ben in deze branche. En sommigen onder jullie kennen mij nog uit die tijd en sommigen velen ook niet. Maar toen ik 35 jaar mijn eerste baantje kreeg in een coffeeshop, die toen nog een theehuis werd genoemd. In die tijd waren alle coffeeshops waren theehuizen waar je 64 soorten thee kon drinken. Toen was het eigenlijk een beetje een troepie. Iedereen die een coffeeshop of een theehuis kon beginnen, die begon dat. En die maakte lekker winst. En voor de rest was er eigenlijk niemand die naar ons omkeek. En dat ging eigenlijk wel goed, want we konden doen en laten wat we zelf wilden. Tot de regering daar lucht van kreeg en die zei, luister eens, dat illegale gedeal op straat en dat die mannetjes die in die boutique staan, die staan maar hars en wiet te dealen, wij willen daar vanaf, wij gaan reguleren. Toen kregen we ieder jaar en iedere kabinetsperiode, tot nu aan toe, werden er nieuwe stokken gezocht om mee te slaan en nieuwe excuses gezocht om coffeeshops te sluiten. En dat bleef maar doorgaan, maar er zat toch ook een positieve kant aan. Want ik moet eerlijk toegeven dat met die regulering en die handhaving zijn er ook allemaal regels gekomen waardoor het kaf van het koren is gescheiden. En naarmate de tijd vorderde,
Maar werd het beeld ook steeds duidelijker dat koffieshops die mochten blijven bestaan, recht van bestaan hadden. Om de simpele reden, die pasten zich aan aan de regels van de regering. En dat ging goed en wij zelf als koffieshopshouders zagen ook dat er geen illegale straatdealers meer waren. Dat er geen illegale thuisdealers meer waren. Die op het laatst ook niet meer alleen hash en wiet verkochten, maar ook andere spullen. Dus we dachten van ja, we zijn het er niet helemaal mee eens, maar het gaat toch wel de goede kant op. Maar nu de laatste 12 à 16 jaar is de regering aan het doorslaan. Want nogmaals, er worden niet iedere kabinetsperiode worden nieuwe stokken gezocht om de koffieshophouders mee te slaan. Daardoor ook het personeel en daardoor ook de gezinnen van het personeel. Het is nu zo dat als de regering hiermee doorgaat, dan gaan er nog meer shops dicht. Dan krijgen we dus weer illegale thuisdealers, illegale straatdealers, zoals nu in Venlo en Limburg al heel duidelijk aan de hand is. In het openbaar, in de kranten en op tv wordt het ontkend, maar in Limburg en Venlo zijn al meer dan 300 arrestaties verricht. Die jongens zitten binnen. Het is niet zo dat die een lopend vonnis hebben gekregen van joh luister eens, jij hebt een beetje wiet gedeeld, we zien jou over 3 maanden van de rechtbank wel. Nee, die zitten in een huis van bewaring. In Limburg zijn er zelfs plannen om huizen van bewaringen die jaren geleden zijn dichtgegooid omdat er geen wachtlijsten meer waren om straffen uit te zitten, die willen ze weer open gaan gooien omdat ze de overlast van arrestaties niet aankunnen. Dat zeg ik, in krant en op tv wordt dat ontkend, maar binnen kamers is dat vanuit PvdA en links in Maastricht en Venlo is dat al doorgecijpeld naar hier. En de afdelingen van links in Den Haag zijn nu onder elkaar al in gesprek van joh luister, moeten wij dat grensbeleid, zoals het nu is, met die pasjes, moeten wij dat doorvoeren naar hier? Want ze zijn inderdaad bang dat ze de overlast van arrestaties niet aankunnen. Dat ze dadelijk weer een huis van bewaring open moeten gaan gooien om daar de gearresteerden te plaatsen. En de rest van de ellende. Want we krijgen dadelijk weer thuisdealers. We krijgen straatdealers, hebben we al. We krijgen dadelijk weer dealers thuis die andere spullen gaan dealen als hash en wiet. Dus met andere woorden, waarom ben ik nou door mijn carrière in deze branche heen gegaan? Is alleen om aan te geven dat er nu in de bijna 35 jaar dat ik hier werkzaam ben in deze branche, dat er paal en perk is gesteld aan alle dingen die verkeerd waren. Nu ze daar 1 jaar of 10 eigenlijk geleden bij aan waren gekomen, dat alles heel goed was, werd goed gehandhaafd, werd goed gereguleerd. En nu willen we dus weer terug naar de situatie van 30 jaar geleden.